Maar droog is. Goedenavond. Goedenavond. Welkom op de persconferentie na Oud-Heverlee Leuven tegen Eupen 3-1. Welkom aan beide trainers, Jean-Pierre van der Velde en Danny Ost. Danny, bedankt voor het wachten. Je heeft ondanks de nederlaag toch de moed opgebracht om te wachten tot iedereen er was. Ik vond het persoonlijk een zeer goede wedstrijd van beide ploegen. Was dat ook jouw indruk? Je mag uiteraard in het Frans antwoorden. J'avais dit avant le match, déjà avec ce qu'il dit, j'avais dit que c'était une équipe de Louvain, OHL qui ouvre le jeu, qui joue au football. Je pense que Eupen aussi. Et c'était d'office, ça devait être un bon match aujourd'hui avec beaucoup d'occasions. Beaucoup d'occasions et voilà. Eupen, een goed voetballende ploeg, combinatievoetbal, de laatste 20-25 minuten van de eerste helft de betere ploeg. Maar Leuven efficiënter, is dat uw analyse? Of? Oui, je pense qu'on a bien entamé ce match. Je pense qu'en première mi-temps, on a fait le break. Il n'a pas été fait malheureusement. Ça, c'est le football. Et deuxième mi-temps, ils ont deux occasions. Je pense que l'analyse que je fais aujourd'hui, réalisme de OHL, beaucoup de force, beaucoup de. Duel, beaucoup de duels. Et deuxième chose, notre gardien a pris 3 goals. Et je pense qu'il n'a rien dû faire pendant tout le restant de la rencontre. Voilà un petit peu mon analyse aujourd'hui. Mais c'était un bon match de football. Et la pièce tombe bien pour Jean-Pierre et Wachel. Het is de eerste nederlaag van Eupen van het seizoen. Waar zie je Eupen eindigen? Is Eupen klaar om de top te spelen? C'est la première défaite sur. Sur 16 semaines, je crois qu'on n'avait plus perdu depuis 16 semaines, ça faisait beaucoup. On n'a plus l'habitude, vraiment, j'espère que ça va pas se répéter, mais je pense que Eupen a une équipe jeune, parce que tout le monde pense, je crois qu'aujourd'hui, mis à part Mark Hendricks, c'est une moyenne de 22 ans aujourd'hui. Je pense que c'est. Il manque encore un peu d'expérience, mais. Mais on prend match après match. Beaucoup de gens nous ont dit qu'on sera dans le top. On va essayer d'être dans le top. On va match après match. Voilà. La semaine prochaine, ça sera contre Ostend aussi une bonne rencontre. Maar de ambitie om te promoveren is aanwezig binnen de club. Oui, je pense que quand on voit un petit peu ce qu'on a sur le terrain, je crois que les ambitions sont claires. Hein. On veut essayer de jouer en tout cas, on essaie de faire le tour final, ça c'est certain. Et on va essayer parce que. Tout le monde pense que Eupen n'a qu'à paraître pour vaincre. Ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est quand je vois que Louvain a gagné, cette ambiance de Louvain, je pensais qu'ils avaient gagné, c'est extraordinaire. Ça veut dire que Eupen a quand même de la valeur. Bedankt, Danny. Ja. Succes tegen Ostend. Ouais. Jean-Pierre, Danny heeft het net ook aangehaald. Leuven reageert bijzonder enthousiast, maar. Dit is ook waar we eigenlijk op aan het wachten waren. Dit hebben we echt wel nodig als club. Dat klopt. Ja. De gevoelens van de laatste weken waren opgeladen. Iedereen wist dat we een match zoals vandaag zouden graag gewonnen hebben. Alles kwam ook redelijk goed uit. Eupen is een zeer goede ploeg. Beter dan ik verwacht had. Maar wij hebben er tegenover ook een goede repliek gegeven. Als ik zie dat we de eerste 10 minuten zeer goed begonnen waren, waar we ook in scoren, die eerste kans is een mooi doelpunt. Dan moet ik zeggen dat dus Eupen zeer goed was, zeer efficiënt was, goede combinaties, zeer gevaarlijk. Komen verdiend gelijk 1-1. Dan zie je bepaalde jongens met een bepaalde eier spelen. Dus een beetje vanuit de hoogte. Als je dat doet tegen Sint-Truiden, ik ben nu helemaal mis, ik zeg Sint-Truiden. Sint-Truiden was ooit tweede klas. Maar ik bedoel, als je dat doet tegen Wetteren, Turnhout en zo verder, dan heb je ermee geen probleem. Maar als je dat doet tegen een ploeg zoals Eupen, waar het al moeilijk is om tegen te winnen normaal, gaan er nog een paar jongens spelen met een bepaalde hoogtewaanzin. Dan kun je als coach niet content zijn. Dan heb ik ook gezegd met een time. En ik heb ook gezegd, voilà, kijk, als je erin gelooft, dan winnen we vandaag. Maar je moet erin geloven en je moet spelen met jouw kwaliteiten. Je moet niet vanuit de hoogte bekijken. Je moet die mannen aannemen zoals ze zijn. En je moet arbeiden als je moet. Je moet bij balverlies werken en je moet vechten en je moet erin geloven.
Wij zijn niet zo goed als Eupen, maar als men slim zijn. En we hebben dan ook een reactie uitgelokt bij de groep. En daar was een speler bij die reageert. En ik heb daar van genoten. Toen wist ik dat het goed zat. Laatste 20, 25 minuten van de eerste helft hadden we het moeilijk. Hè? Sterk begonnen en dan toch wel wat wellicht onder druk van Eupen moeten terugvallen. Ze waren in alle lijnen sterker. Hans zei het ook, coach, we moeten daar, we moeten hinderen. Ik zeg, ja, maar ja, ik zeg, zie je niet dat die man in elke lijn sterker zijn? Individualistisch zijn ze heel, heel, heel sterk. En ik vind het ook een collectieve goede ploeg. Trouwens, ik vind dat Daniel daar goed werk levert. Daar niet van gesproken. Dat is een heel goede ploeg, maar als je dat kunt wegzetten als ploeg, als blok, ja, dan zijn we terug weer op de rails. En we wisten allemaal dat we vandaag moesten winnen. En we zouden een stunt doen. En ik denk, stond in de sterren geschreven. Ik denk dat ik gisteren dat al lang gekondigd had aan bepaalde mensen mee een pintje gaan te drinken. En ik weet dat de goede tijd van Dender, als mijn taags voordien op de lappen ging, en dan standaardaags kwam dat goed uit. En dat is ook vandaag gebeurd. En ik ben daarom ook heel tevreden. Maar ik ben vooral tevreden voor de mentaliteit van de groep en de reactie van de groep van Twentijn. En om te besluiten wil ik ook het bestuur bedanken die toch voor deze gelegenheid ook iets gedaan heeft. En ik wil hen daarom ook voor bedanken. Het is bijna jammer dat de competitie niet start vanaf september. Ja, maar ik ben nog veel wedstrijden. En ik heb ook gezegd om weer al de groep te motiveren van de week. Als we tegen Eupen winnen, spelen we nog eindronde. Dus ik durf het ook aan iedereen zeggen. Waarom? Ik ben niet verlegen om een uitspraak. Dus ik ga zeker die woorden blijven houden. Maar het was vooral om de groep te motiveren. Maar bij deze zeg ik het. Als ik vandaag Sander de Broe zie spelen. Als ik iedereen zie groeien en achterna de keeper zie spelen. Als ik middenveld zie spelen. Als ik Makkie zie spelen. Hoe dat die gevorderd is. Als ik Kurt zie inkomen vandaag. Als ik Bjorn zie spelen, hoe sterk, als ik, ja, C, fantastisch. Dus wij zijn niet Eupen, maar buiten Lierse Eupen vind ik ons toch niet slecht spelend. En ik ga er nog altijd van uit. Geef ons een beetje geluk, een beetje geduld. En ik denk dat we nog mooie dagen gaan beleven met dit OHL. En Jean-Pierre, nu dinsdag nog een leuk tussendoortje in Brugge. Daar kunnen we misschien voor de verrassing zorgen, we hebben niks te verliezen. Maar dat is een tussendoortje, hè. Dat is een vriendenmatchje. Hè. Daar moet je niemand niet voor motiveren. Nu moet je niet gaan zeggen van, en, je moet dit en je moet dat. Nu moet je niet gaan zeggen, je moet dit, je moet dat. Nu is het alleen maar iedereen beseft dat je tegen Cercle Brugge speelt. En nu is het allemaal een makkie om de groep te motiveren. En we moeten weinig aan conditie werken deze week. We hebben een ideale match in de week. We hebben vooral, we hebben de ideale boost om nu naar Cercle te gaan en naar Luik te gaan. Dat hebben we nodig. En ik zeg het, ik ben ook tevreden voor het publiek van Leuven. Ik moet zeggen, ze verdienen dit. En ik heb terug mijn publiek gehoord van vroeger. En ik weet dat ook. Mijn naam zal nog lang gescandeerd worden en zal zo blijven. En, maar ik moest vandaag een keer winnen, of wij moesten vandaag winnen. En spijtig voor mijn kameraad Danny, maar ik denk dat hij wist dat hij vandaag ging verliezen. Ik dacht dat hij wist. Zit Eupen nog in de beker dan? Nee. Oké, is beter. Goed. Laat ons dan deze persconferentie afsluiten. En ik roep graag iedereen op met z'n allen dinsdag naar het Jan Breydelstadion in Brugge te gaan. Dank u wel.